is inderdaad zorgelijk, want het blokkeren van een bankrekening betekent dat je als bedrijf geen zaken meer kunt doen. Maar tegelijkertijd vinden we het ook overdreven, want je begint met dreigen als iemand niet meewerkt. Zo, hè? Bijvoorbeeld de Belastingdienst zou een aanmaning sturen pas als iemand niet heeft betaald. Maar bij de eerste rekening zeggen ze, wilt u alstublieft betalen? Nou, de bank begint niet meteen met wilt u alstublieft de informatie overleggen, maar het is zo van, leg die informatie voor en anders gaan wij je rekening blokkeren. Nou, dat vinden wij echt overdreven. Ik heb in mijn verhaal proberen te vertellen dat we naar de poortwachtersfunctie kijken vanuit een meer helikopterview. Vanuit het idee dat de poortwachtersfunctie bijdraagt aan het terugdringen van criminele geldstromen in Nederland. Wat ik hoop is dat wij weer meer naar risicogebaseerd gaan. Dat we technologie gaan combineren met nog altijd het menselijke oog. Daar wordt nog heel weinig over gezegd. Hè. Dat moet nog ingevoerd worden. Zesde AML-richtlijn. Ja, maar als je daarvan weet dat de omzet van human trafficking meer is dan een pakweg een bedrijf als McDonald's omzet wereldwijd. Ja, dan kan je je voorstellen dat er nog veel meer te winnen is.